In deze film aan de slag met ruis in Lightroom. En voordat we serieus aan de slag gaan, eerst een heel klein stukje theorie over ruis. Wanneer krijg je ruis? Dat krijg je voornamelijk als je op hogere ISO's fotografeert, zoals bij deze foto op ISO 1600, en niet correct kunt belichten. Als je de foto onderbelicht en je gaat hem optrekken, dan ga je ook al heel snel ruis optrekken. Er zijn twee soorten ruis. Je hebt monochrome ruis, dat zit hem voornamelijk in de luminantie, in de helderheden. En je hebt kleurruis, en dat komt omdat de ontvangertjes op de sensor elkaar beïnvloeden en de kleurtjes daardoor een beetje in de war raken. Tot zover even de theorie. Nou, ik, ik wil het niet altijd ingewikkeld maken. Deze foto gemaakt op ISO 1600. Ja, ik had helaas gewoon niet meer licht en ik wilde toch die sluitertijd van een 200ste hebben, maar dat resulteert dus in ruis. Zeker als ik in ga zoomen, dan ga je dat zien. Je ziet voornamelijk kleurruis. Dat zie je voornamelijk in zijn zwarte shirt. Dat zit vol met uh, paarse en groene spikkeltjes. En ook in het gezicht. Laten we dat eerst maar eens aanpakken. Om ruis aan te pakken in Lightroom ga je naar details. Daar hebben we het eerder al over gehad bij verscherpen. Maar daaronderin heb je ook nog ruisreductie. En daarin heb je twee groepen zitten: je hebt de groep luminantie en je hebt de groep kleurtint. En ik vind het altijd prettig om eerst met de kleurtint aan de slag te gaan. Je trekt gewoon een stuk aan de slider en je ziet als je hem helemaal open trekt dat eigenlijk gewoon die paarse en groene bolletjes wel verdwenen zijn. Maar dat er nog steeds spikkeltjes in zitten. Nou, die spikkeltjes dat is dan mijn uh, monochrome ruis, de luminantie. Die ga ik dadelijk aanpakken. Maar we gaan dus eerst naar de kleurruis kijken. Um, om die aan te pakken zet je dan gewoon de kleurtinslider helemaal op 100. Nee, dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Dat gaat namelijk veel te ver. Je moet daarin de balans vinden waarin jouw spikkeltjes eigenlijk gewoon weg zijn. Hier bij 0 zijn ze zichtbaar en als ik dan met de slider naar rechts ga dan zie je dat ze langzaam verdwijnen en zo rond de 31 vind ik het wel goed. Ik ga me iets beperken op het gezicht. Zet je hem hoger dan zie je dat je eigenlijk gewoon ja, net een heel klein beetje uh, details verliest. Dus 31 was in dit geval een mooie waarde. En dan heb je daaronder nog twee andere sliders, details en vloeiendheid. En als je daaraan trekt dan zie je eigenlijk dat er gewoon helemaal niks gebeurt. En dat is ook bij vloeiendheid, dat, dat doet wel iets, maar dat is maar minimaal. Zet je hem op 100, dan is het wat grover. En zet je hem op 0, dan is het wat, uh, wat soepeler. Maar op zich vind ik dat weinig verschil maken. Dus waarom ze die bij Adobe nou precies erin hebben gestopt, ik durf het niet te zeggen. Ik blijf er eigenlijk altijd gewoon vanaf. Maar we hadden het ook nog over luminantieruis. Ruis die nog in het shirt zichtbaar is. En dat kun je gewoon met de luminantieslider aanpakken. Zet je die helemaal open, dan zie je hoe mooi vloeiend het t-shirt wordt. Maar je ziet eigenlijk ook gewoon hoe het eigenlijk gewoon helemaal misgaat. In het gezicht blijft gewoon helemaal niks meer over. Alle details zijn weg. Je ziet hier nog gewoon ja, een heel klein beetje dat hij zijn eigen vanochtend wel geschoren had. Maar hier is dat gewoon weg. Dus ook hier gaat het weer over hoe ver moet je gaan. Dat ligt helemaal aan jouw eigen foto. Je begint gewoon bij nul en je gaat gewoon een klein beetje aan de slider trekken totdat je zegt van hé, hey, dit is wel acceptabel. En nogmaals, het is niet helemaal eruit, maar dat geeft ook niet. Het blijft natuurlijk een foto op ISO 1600. Daarin kun je altijd wat ruis hebben. Ook hier weer twee sliders rondom detail en contrast. En deze doen wel een klein beetje. Details laat je eigenlijk gewoon nog net even die fijne verscherping eruit halen zonder dat de ruis eigenlijk idioot hoog terugkomt. Contrast is daar wat rigoureuzer in. Trek je daaraan, dan zie je dat je ruis toch al wel weer gewoon vrij snel terug verschijnt. Dus details kun je eventueel nog een klein beetje toepassen. Contrast zou ik gewoon van af blijven. Nu heb ik in deze foto de ruis aangepakt en op één op één niveau heeft dat invloed gehad. Als ik het bijvoorbeeld uitzet of aan, dan zie je bijvoorbeeld voornamelijk hier op de wang dat er kleurruis in zit en nu niet. Uh, maak ik van deze foto een grote afdruk, dan is dat best belangrijk om dat op die manier te doen. Want stel dat ik zeg van, nou, ik hang hem 75 centimeter breed op en 50 centimeter hoog, dan gaan dat soort dingen opvallen als mensen er dichtbij staan. Maar als je de foto zo klein houdt zoals hij nu op het scherm is en je zet hem gewoon zo op internet, dan heeft het eigenlijk weinig zin. Blijf dan gewoon van de ruis af. Het is allemaal maar extra werk en je krijgt er niks voor terug. Want het valt gewoon niet op op zo'n kleine foto. En zo eenvoudig is het dus om ruis aan te pakken in Lightroom.